gaan we op het nieuwe, op een ander onderwerp, uh, Badr Hari. Het ja. is natuurlijk een jongen, altijd als ik daarnaar kijk en ik hoor jullie over elkaar praten, dan heb ik het idee dat het toch nog wel wat oudzeer zit, klopt dat? Nou, het, eigenlijk helemaal geen oudzeer. Kijk, hij bij mij kwam hij als jongetje van 14 jaar bij me trainen. Hij, zat, ja. hij kwam bij Moesit vandaan geloof ik. En, uh, uit één partij had hij verloren toen tegen Kranjan. Ja. Zijn eerste partij mm -hmm. is bij de neergegaan op een hoge trap. Maar was die Gary? Dat weet bijna niemand. Maar goed, daarna heeft hij nog een paar partijtjes. En toen kwam hij bij mij draaien. En ik denk dat hij zo'n partij of 45, 50 partijen heeft gevochten bij mij. Waarvan ja. maar één verloren eigenlijk. Twee in totaal. Eén was toen in België, wat niemand weet. Ja. Was toen ontaarde in een knokpartij nog in de zaal en alles. Nou ja. op Dat is nog even gezellig. Ja. <laughs> en, en de laatste partij was toen tegen uh, Ignasov ja in dan, ja 2005. best was een invalpartij in de arena wat Melvin man hoeft die te vechten Heel goed dat je dat weet ja, toen ja, ja. moest Melvin vechten en toen uh, vroeg toen had Melvin trainde ook bij mij op mijn sportschool ja. en toen uh, kwam Simon Rutsch van ja ik Melvin is uh, geblesseerd geraakt ja maar Tom heb je een ander ik zei nou ja, dan neem ik Bader mee maar ja Bader was een stuk lichter en was niet echt wedstrijd uh, rijp. Hè? Want het ja. was een paar weken, het was twee weken voor het gevecht. Maar het gek is, toen volgde Badder een geweldige partij. Drie ronden. Alleen de laatste ronde had hij geen lucht meer. En toen nee. ging Microsoft eroverheen. Maar voor de rest had hij alles gewonnen. En het ging heel goed. Ik zou naar Japan gaan met Bader En van de een op de andere dag was hij weg bij me. Ja. Ja, ik geen hoor, ruzie gaat nooit weten. Hij kwam bij me thuis, er was echt zo'n jongen die. Een, een straatjongetje uit Amsterdam en ik nam hem altijd veel mee in mijn sportschool. Hij kwam hij had bij me thuis. Ja. Ik had een Marokkaanse vriend die werkte op de ambassade in Den Haag. Was een hoge pief. Daar was ik een vriend mee geworden geloven, en ja. die vond het leuk dan. En hè, dan had ik een barbecue. Zeg, badder, ik zeg: Mijn vriend kom weer, kom jou ja, ook okay, even. Kunnen jullie Marokkaans lullen? Weet je, ja, een ja. beetje gein. <laughs> dus ik heb het altijd heel leuk gehad met Badden. Maar ja, ja, en toen zei hij tegen mij op een gegeven moment: uh, ja, Ik heb een gedacht en, nog iets, en toen nooit meer gezien. Gaat hij gaf mijn doen. kinderen een knuffel uh, en toen ging hij weg. En toen was ik jarig de week erop. Nou, iedereen belt me altijd. En ook iemand die naar ja. mijn thuis hoor. gefeliciteerd. En ik hoorde me niks. En toen las ik op internet dat hij een contract had getekend. Bij Simon uh, Ruts. Bij, uh, Simon Ruts. Ja. En dat vond ik een dolksteek. Want ja. ik bedoel, ik was als. He, hij zei dat zelf in interviews. Tom maar. Ik is net als mijn tweede vader. Of mijn vader, ja. weet je wel. En dat vond ik eigenlijk heel. Uh, ja, ja. Is iets wat toch eigenlijk zo'n soort van. Is toch iets wat volgens mij een beetje. Zot Letterlijk in de wolken in de ja, hangt. Ja, want, ja, ja omdat je het verwacht het niet. Kijk, ja. en ik begrijp nu toch wel weer beter. Hij was jong. De jongen was 18, 19 jaar. Ik ben natuurlijk een Misschien stuk ouder. Misschien had hij het al lang besloten. Maar had hij daar nooit... Ja, nou, hij, ze hebben hem ook gek gemaakt, hoor. Ja. Het, is, het ligt niet alleen aan Bader Ook toen de tijd die Simon Rutsch... Want dat weten ook een hoop mensen niet. Dat heb ik ook in dat boek toen geschreven. Ja. Hè, van, kom bij mij vechten. Ze gaven hem een woning. Ze gaven hem een auto... Ja, dat is ook wel erg interessant natuurlijk als bij jongens je 20 zijn. 20% afstaan. En bij mij moet je 20% afstaan. Ik bedoel, ik ga niet met. Ik heb 50 vechters, die ga ik geen huizen en auto's <laughs> geven. Nee, ik was hun trainer. Ja. En toen kwam Simon Ruts nog bij me laten Nou, dat geintje dat het hoorde. Het werd natuurlijk heel hoog opgeschreven in de pers. En toen zei Simon Ruts, nou Tom, ik wil toch de compensatie. 10.000 gulden was dat toen nog geen euro. <laughs> gulden geven ja. ter compensatie. Want we weten, het was een goede vechter. Heb ik niet geaccepteerd. Ik zeg, nou jongen, het gaat mij niet om het geld. Nee, het gaat, om het het gaat het mij principe. om het principe. Ja. He, ik kan maar één broek aan. ik ben ook nooit rijk geweest en ik wil niet rijk worden. Want het interesseert me niet. Ik doe mijn sport. Ik, he, ik heb een goed uh, bestaan. Ja. Mijn vrouw op een goede baan. He. Maar Jan Olf is, is hoogleraar. Ja, ja. Is een bekende vrouw, veel op televisie. Ja. Dus ik zeg, ik ben gelukkig in mijn leven. Ik heb niet meer nodig. En die 10.000 rug of die tienduizend schulden wil ik niet hebben. Dus zo is het eigenlijk afgedaan. Dus eigenlijk was er met Badig helemaal niks gebeurd. Nee. Een jaar daarna, waar de ging dus overal vechten, ja. toen vocht hij in Australië, waarin voor in de stare-down dat hij met die jongen begon te vechten. Oh ja, ja, ja dat was met, uh, ja, ik weet. <laughs> ik Je weet, weet wie het. ik bedoel, Tuurlijk hè? Natuurlijk weet ik het nog. Dat is, dat, is, uh, dat is de jongen die hem uiteindelijk een lesje gaf In de vijfde hadden, ronde met, met een, een draai draai. Klopt. Ik word gebeld. Graham week? volgens mij, of zoiets. Graham of zo. Ik ben ja, het vergeten. Graham. Ja, Graham, 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 Graham volgens mij wel. Klopt, hè? ja. Een week daarna, waar de kwam thuis, werd ik gebeld. Bader, uh, zijn zou ik. Hé, hey, Bader, dit en dat. Hij zegt, mag ik even met u praten? Ik zeg, nou, is goed, jongen. Ik zeg, kom maar naar de sportschool. Nou, Bader, kom naar de sportschool. En, uh, ja, zijn eigenlijk, uh, ik had nooit weg moeten gaan. En dit en fout en dit. En... Ik zeg, nou ja, kan gebeuren. Allebei even omhelzen, gingen ja, ja. een beetje. Want het was wel een emotionele band met ons, hè. Ja, je, je, gaat gaat je dat niet hè? als je aangeeft dat iemand bij je thuis komt eten en zo, dan, komt, dan is er, nou, er een, nou, een ander soort band. Daarom, met er is een normale... ander soort band. Dus, nou ja, het kan gebeuren. Wat denk je? We gaan trainen weer. Eén dus keer heb hij nog getraind dat hij bij me kwam die avond. En ja. ik vind toch dat mensen dat moeten weten. Want ik vind de waarheid moet gezegd worden. Weet je, ik bedoel, ik ben ook een klooszak misschien op mijn manier. Maar ik vertel wel altijd de waarheid. Ik zal nooit liegen. En toen was hij aan het trainen. Hessie kerkerswasser, Die werd nog zijn neus gebroken door Badden. De eerste keer dat hij daar met hem spadde. Ja. vergeet ik nooit. <laughs> Alle jongens waren er. En het was altijd zo. We trainen dan van 7 tot half negen dan ga ik altijd meteen naar huis. ik blijf met de jongens gaan dan de afgelopen altijd lekker in de sauna zitten. dus Amir Sejada ook een topper, he, die van Tai en Sprong heeft gewonnen, allemaal okay. hele goede jongens. die zaten daar, Menno, uh, Hesti. en toen zaten ze in de sauna en toen vertelden ze de volgende dag aan mij, ze zaten met Badden en toen zei Badden. Ik ben zo blij dat ik weer terug ben bij die baard. Ze noemden hem altijd de baard. Maar dat ja. deze is niet waar ik, maar dat deze dan onder elkaar. Weer ja. zo die sfeer, dat keiharde trainen, die discipline, ja. dat beuken. Hartst, ik ben zo blij dat ik terug ben. Die hardheid. Ja, dat dus iedereen was weer tevreden. Hessie had dan wel zijn neusje gebroken, ja. maar die bleef wel doorgaan. Met trainen. Hij, maar hij is ook niet voor niks dat hem de, de hard. of De nou. of fighter's ja, hard. Fight is hard en toen de volgende dag, nou weer trainen. Maar daar is ze niet. Wat is er nou gebeurd? Hij gaat de sauna uit. Er trainde ook een jongen van de Hel Angels En Bader had toen problemen met de Hel Angels. En dat was die Harry, de tweede man van de Hel Angels. Ja. En daar had hij problemen mee. En ze schrokken eigenlijk allebei dat ze elkaar zagen. Want die Harry wist niet dat die Bader weer terug was op een sportschool... En dat was nogal een heftige partij, want Bader heb toen dat hij wat flikte, mocht hij een tijd niet trainen. Want die Hel Ensels hebben een bedreigd, van als je erin gaat, dan krijg je op je flikker. En je weet, ja. Simon Rutsch is erg met die Helenzels vandaar dat Badr toen een jaar bijna niet had gevochten. Maar omdat ze elkaar zagen, wat denk je, de volgende dag allebei weg. Ook die Harry, die kwam niet meer op mijn sportschool. Toen ja. <laughs> heb dat ik gezegd, weggeven. ik zeg nou, nou, twee volwassen kind, eh, jongens. Dat ze wegblijven voor elkaar, had dan mij als bemiddelaar erbij geroepen dat het nooit gebeurt. Dus zowel Badr die was teruggekomen, was meteen de dag erop weg. En die Harry was ook weg, nooit meer gezien. Ja. En hij heeft nog één keer gebeld, Badr. Dat moet ik wel toegeven, dat was toen mijn zoon was overleden. Dat hij me condoleerde. En toen belde hij uit, Marokko. Ik denk, nou weer. Ik, ik neem hem nou niet meer in mijn sportschool twee keer weg zonder wat te maar zeggen. We nu over, over, wanneer is het? Wanneer, wanneer nou, is Tommy weet, dus overleden? Wanneer is dat? Ook alweer zes ja. jaar geleden. Ja. 2017. Ja. En toen uh, zei Badden van uh, Sensei, ik wil u toch even condoleren met uw zoon. Nou, dat vind ik fantastisch dat je dat doet uit want nou, Dat was eigenlijk het enige en laatste contact. Dus eigenlijk inhoudelijk heb ik nooit wat met Badden problemen gehad. Nooit. Nee. Want ik, ik was gewoon zijn leraar. Ja. Kijk, en ik was ook niet een type dat hij zegt: ja, Sen, ik wil nu trainen, kom naar de school. Wat die later bij andere gasten wel flikte. Ik ben zeven uur, <laughs> of het nou Peter Aerts was, of Jeroen Le Banner, of welke kampioenen De rollen nou? werden omgedraaid. De rollen en niet ja. bij mij. Ik, ik ben en blijf de baas in mijn sportschool. Ja. En zo is het gewoon en zo zal ja. het altijd blijven.